Na ministerie voor onderwijs daar een persconferentie daar zo samen voor na directie die uitleg over de problemen die de abian leerjaar 9 en 10 voor potiden picking naar de verschillende sico. En een presentatie die de holi also de die informatie naar ons man komt ja gemeenschap aan de fuka die de sidong aan afade denk ik kan de voor los den problemen ja zo op. Mek eu luku wang pisi uit na persconferentie die beleg. LBO-scholen, op de LBO-scholen zoals meneer Holman heeft gezegd, is beroepsonderwijs. Op die scholen beginnen we met leerjaar 11 en 12. De AVO-scholen, die zijn dus leerjaar 9 en 10, die op die scholen zijn. Het gaat bij leerjaar 9 en 10 niet om beroepsonderwijs, maar op algemeen vormend onderwijs, basisonderwijs. Leerjaar 9 en 10 stopt niet. Het is alleen door wat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt dat op bijvoorbeeld LBO Hanaslus hebben we gehad leerjaar 9, leerjaar 10, 11 en 12. Wat gebeurde er? Leerjaar 9 en 10 is algemeen vormend onderwijs. 11 en 12 is basisonderwijs. Als er communicatie gevoerd werd voor leerjaar 9 en 10, zorgde dat voor nogal wat verwarring bij de leerlingen van 11 en 12. Want de informatie was niet voor hun, het was voor die leerlingen in die school van 9 en 10. We hebben dat geëvalueerd en dan gekeken, laten we de gebouwen de bestemming geven waar het voor is. Dus we hebben daarom dit schooljaar gezegd, vorig jaar gecommuniceerd met de schoolleiders. We gaan in de scholen of alleen beroepsonderwijs hebben, of alleen algemeen vormend onderwijs. En dat heeft voor een verkeerde interpretatie gezorgd. Vandaar deze spoedovereenkomst, een persconferentie, om dat te benadrukken. Dus de mensen die aangeven, we zijn altijd laat. Het is inderdaad een spoedpersconferentie om te benadrukken waar we naartoe gaan met betrekking tot leerjaar 9 en 10 en de gebouwen van LBO-scholen. Ik heb een analyse kunnen maken heel snel als ik kijk naar het aantal geregistreerde leerlingen van leerjaar 10. Deze leerlingen van de verschillende resorten. Ik heb 3 districten en ik heb daarnaast wat schoolnamen. Zijn dus verspreid over Paramaribo, is dit het aantal van leerlingen van leerjaar 10 die nog een plek moeten krijgen. Van een leerjaar 10 heb ik dan wederom nog een paar, deze is van Kommerwijnen en nog ook Para een paar en Paramaribo nog, hebben we ook nog deze aantallen die geregistreerd zijn die nog een plek moeten krijgen. Leerlingen van leerjaar 11 plaats moeten worden is dit aantal. Ik ga terug naar die vorige slide waarbij ik wil benadrukken deze leerlingen van leerjaar 10 moeten nog geplaatst worden. De andere leerlingen hebben dus al een plek. Wat gaan we nou doen? Meneer Holman en mevrouw Poussa gaan samen kijken welke gebouwen rekening houden met de geografische ligging van de leerlingen gaan wij inzetten voor de AVO-scholen. Dus dan gaan we niet meer praten over een LBO-school waar een leerjaar 9 en leerjaar 10 is. Na deze uiteenzetting van de leerlingen gaan we in de tweede termijn van inschrijving de leerlingen officieel plaatsen. Als wij volgende week al hebben gekeken welke gebouwen ingezet zullen worden, gaan wij al deze kinderen bellen om alvast te informeren welke school ze geplaatst worden om zich voor te bereiden. Ik kan niet zeggen ik doe het eind september, want ze moeten nog uniform aanschaffen, ze moeten nog weten waar gaan ze. Ze moeten misschien busvervoer regelen. Alle logistieke zaken in acht genomen gaan we ze daarom volgende week al melden. Dit is het aantal. Ik mag zeggen het is niet zoveel. De meeste leerlingen hebben al een plek gehad. Anderen hebben zich nog niet geregistreerd, maar velen zijn nog met vakantie, anderen zijn in het binnenland. Dus ik verwacht wel, uit ervaring,
dat ze laatste week september gaan komen om een plek te zoeken. De inschrijvingsperiode is laatste week van september nog en uit ervaring weet ik, iedereen wacht op de tweede termijn van inschrijving, dat is de laatste week van september. Dat is het met betrekking tot de LBO-school. Ik wil nogmaals benadrukken, leerjaar 9 en leerjaar 10 houdt niet op met bestaan. Het is onderdeel van basisonderwijs en dat valt onder algemeen vormend onderwijs. We gaan gebouwen veranderen. De bestemming van de gebouwen zal veranderen. Maar de leerlingen worden, ik garandeer het, dat de leerlingen allemaal een plek zullen hebben. Allemaal hebben wel een plek om naar school te gaan. Ik zei aan het begin ook, een van mijn programmapunten is herkansing en aandacht scholen. Dit in het kader van het bijschaven bij de kinderen waar er nog leerproblemen en leerachterstanden zijn. We zijn dit schooljaar gestart met overgangsnormen, de herintroductie van overgangsnormen. Het was er al, maar afgelopen jaar was dat even geparkeerd. We hadden getemporiseerd, omdat we met onder andere COVID-situatie. Waardoor we dit jaar dan terug zijn gegaan naar normaal en dan hebben we de overgangsnormen. Maar we hebben gemerkt dat er nogal wat leerlingen zijn die moeten overgaan, maar ze hebben nog 1 à 2 punten tekort om over te gaan. We hebben dan een herkansingstraject ingezet om de leerlingen te helpen die nog over kunnen gaan, maar ook leerlingen die vanwege onder andere COVID-situatie en andere zaken rondom hun privésfeer en in de school leerachterstanden hebben opgelopen en leerproblemen hebben ontwikkeld. Deze kinderen worden dus geholpen in de vakantie, ze gaan begeleid worden door leerkrachten, ze krijgen tools aangereikt om deze problemen uit de weg te halen. Ik heb wat instructies. We starten 26 augustus met de herkansingen en aandachtscholen. De leerkrachten die gaan 8 uur naar de school. We hebben toezichthouders die zijn aan de verantwoordelijke in de school om erop toe te zien dat de kinderen worden afgezet, dat de kinderen worden begeleid, dat de leerlingen dus wel aandacht krijgen en dat de lessen worden verzorgd. En naast ook de presenties worden opgenomen. De schoolleiders die dus een rol hebben van toezichthouder, die beginnen om 7:30. De laatste dag voor de kinderen die moeten herkansen is 6 september en de kinderen die extra aandacht krijgen is 20 september. We hebben 2 toetsmomenten voor de kinderen die gaan herkansen, 9 en 10 september. En de kinderen die dus in de extra aandacht zitten, die worden elke vrijdag op een bepaald moment, heb je dus een meetmoment op een manier, kan zijn een kleine testje, gaat de leerkracht meten hoe ver ze zijn. Is er al een progressie waar te nemen? We gaan met de leerkrachten evalueren op 16 september over herkansingstraject en 23 september over aandachtsscholen. Daarnaast hebben we formats ontwikkeld om te kunnen evalueren. Die gaan in een Google-form worden gegoten, zodat de leerkrachten kunnen evalueren. We hebben voortgangsboekjes ontwikkeld met stickertjes om de leerlingen te motiveren dat ze ook hun best moeten doen. Dus ze krijgen een stickertje, elke stickertje heeft een betekenis. We hebben 6 stickertjes ontwikkeld en deze stickertjes worden op basis van de vorderingen aan de kinderen toegekend. Er is een presentatieplicht, want ze moeten aanwezig zijn op de aandachtsscholen. Verwachten we wel dat ze tenminste 100% aanwezig zijn. Op de herkansingsscholen hoeven de kinderen niet aanwezig te zijn, want als mama en papa vinden dat ze dat kind kunnen begeleiden, dan mag dat ook van huis uit, zodat ze dan weer worden klaargestoomd voor de repetities van 9 en 10 september. Ik wil even aandacht vragen wederom. Kinderen die gaan herkansen zijn kinderen die voor rekenen en taal net 1 à 2 punten tekort hebben. Heb je rekenen een 4, taal een 6, wil zeggen je moet nog even voor rekenen herkansen om die 4 tot tenminste een 5 te maken. Heb je voor taal een 4 en rekenen een 7, dan gaan we nog even herkansen in rekenen, want rekenen moet een 5 of meer worden. Heb je voor rekenen en taal beide een 4, dan gaan we herkansen in rekenen en taal om de 4 te maken tot tenminste een 5, bij zowel rekenen als bij taal. Bij de aandachtsscholen gaan we aandacht besteden aan rekenen, Nederlands, dus taal, lezen en schrijven. We gaan niet alleen kijken naar lezen, maar we gaan kijken naar methoden om dat kind te dwingen om te lezen. En dat hebben we vandaag besproken met leerkrachten. We hebben 81 leerkrachten gehad in online meeting sinds gisteren. En alle informatie is met ze doorgefietst. En
allemaal enthousiast om deel te nemen aan dit traject om de kinderen gemiddeld op één school 15 tot 20 kinderen die gaan herkansen. De herkansing in aandachtsscholen ook aangegeven welke leerstof belangrijk is, hoe we dat gaan aanpakken, wat we gaan, hoe die toetsen worden opgesteld en wat we allemaal gaan doen, verslag leggen en evaluatie. Er is ook een timeline uitgezet voor de leerkrachten, waarbij we gisteren zijn begonnen met de online sessies, de teach-ins. En we eindigen officieel 23 september met de verslaglegging en evaluatie. Er zijn ook scholen in kaart gebracht welke scholen de aandachtsscholen worden. Landelijk hebben wij dus 35 scholen waar wij de leerlingen gaan begeleiden en ondersteunen. En waar herkansing wordt aangeboden. Dit is allemaal voor onze leerlingen van leerjaar 3 tot en met leerjaar 8.